Hallo allemaal. Johnny hier. Ik wil even een filmpje laten zien voor een vriend van mij. Die was benieuwd hoe ik het gemaakt heb met mijn Capital Schip. En ik heb een aantal schepen erbij gekocht. Die ik er steeds op uitstuur. Dus dat ga ik hem even laten zien. En als jij meekijkt en je vindt het leuk, geniet ervan. Even landen. Zo, hier gaat het vandoor. Dit was mijn nieuwe schip. Die had ik al even, maar ik weet niet of mijn vriend hem al gezien heeft. Maar bij deze. En gisteren heb ik ook een gekocht. Dat is deze. Maar 7, maar dit is behoorlijk groot. Dit zijn er dus 7 bij 5. Nou, dit is mijn vliegende kast. Kijk, alle vakken zijn vol nu. Die kan ik gewoon helemaal gebruiken. Als ik een schip ga repareren of iets anders, dan kan ik deze gewoon oproepen en dan heb je alle spullen bij elkaar. Of als je iets gaat bouwen of zo. Hier zit alles in. Kijk, dit is het bedrag wat ik nu heb. 146.905.124. Gisteren was ik aan het spelen. En toen was ik bij de Space Anomaly en toen kreeg ik van iemand 5 van die speciale dingen die je kan verkopen en die kosten 15.600.000 units per stuk. En ik kreeg er 5 van, dus ik kreeg van die jongen eigenlijk gewoon 78 miljoen. Of meisje misschien, ik weet het niet. Je hebt nog geprobeerd om die persoon te vinden, maar dat lukte niet meer. Maar dankjewel. Even 7. Nou, dit hebben we meestal gezien. Daar heb ik al eerder filmpjes van gemaakt. Maar wat nieuw is, is... Ik ben een beetje aan tuinieren gegaan. Kijk eens, sluitjes. Ik heb wat planten gepoot, overal 2 van. Die heb ik nog niet eerder gehad trouwens. En deze ook nog niet. Kijk eens aan. En hier hebben we die planten die we nodig hebben om die dure dingen te maken. Daar heb ik er nu 8 van. En de 2 die ik al had, dat is 10. En hier heb ik 4 van. Ik zal even laten zien om welk ding het gaat. Het gaat om dit ding. 15.600.000 units. En daar heb je dus een portable reactor voor nodig, een quantum processor en geodesite ofzo. Kijk, hier heb je dus alweer 2 andere dingen voor nodig. Liquid Explosive Fusion Accelerant. Dit is Liquid Explosive Acid. En Unstable Gel Acid kan ik nu maken. Kijk eens aan.
zal even de rest van het spul er ook bij pakken. Ik heb alles maar gewoon in verzameld wat ik nodig heb. Portable reactor. Liquid explosive moet ik maken. Dat is die. Zo. En hoe ver zijn we nu? Mijn alarm gaat af, sorry. Sorry, ik ben zijn slikker. Bingo. Kijk, daar kan ik hem maken. Dat ding is dus 15.600.000 units. En gisteren kreeg ik van iemand dus 5 van deze dingen zomaar. Dat vond ik wel aardig. Even alles voor dat ding terugstoppen. Ik heb er een aparte kast voor gemaakt. Alles bij elkaar, want dat is aardig snel geld verdienen als je één zo'n ding kunt verkopen. Die mag er ook heen. Kijk eens aan. En dit mag er ook heen. Nou, dit heb je dus nodig en die heb je nodig. En dat zijn deze allemaal. Ik zal het even oogsten. Kunnen we dat vast weer nieuwe laten groeien. Want het duurt bij deze 4 uur geloof ik. Die andere weet ik niet, dan moet ik even kijken. Maar van deze heb je 600 nodig om de, voor dat speciale ding en voor die andere heb je maar 25 nodig. Ik doe de rest ook even. Ik kan het allemaal weer verder gaan met volgende lading hier. Die gaat hier naartoe. Die ook. Nee, deze. En de rest gaat gewoon in mijn kast. Deze moet ook daarheen. Oep. Nou, dit is dus de oogsttoestand. F7. Kijken of ik nog spullen erin heb zitten. Nope. Nou, en dit is nieuw. Dit heb ik gisteren, al eergisteren of zo gemaakt. Uitgeprobeerd. Deze ruimte was er dus al. Maar dit is dus nieuw. Bochtje erbij. Kijk eens jongens. Een hele complete vloer. Waar ik dus helemaal geen idee heb wat ik hier allemaal nog ga doen. Maar ik dacht, laat ik dat eens uitproberen of ik voor mekaar krijg om zo'n extra verdieping te bouwen. Dat was even puzzelen. Maar uiteindelijk is het gelukt. Dus daar kan ik nog van alles doen. Maar je hebt nog helemaal geen idee wat. Dus dat is een beetje tot zover
de aanpassingen in mijn freighter, hoe heet dat ding? Nou, dit gaat allemaal weer opnieuw groeien en oogsten creëren. Oh ja, dit is mijn nieuwe raffinadeerapparaat. Waar je dus 3 dingen tegelijk in doet en dan komt er iets uit. Ik heb helemaal nog niks gedaan wat 3 dingen nodig had, dus... Zover ben ik nog niet in spel. Oh ja, en ik heb hier nog een extra... storage opslagpunt gemaakt. Nou, zoals je ziet... Dat is dus deze. Deze is dat. Deze. Zo dan. Dat was de nieuwe stuk en de tuin en alles. Gaan we nu even hier naar kijken. Dat zijn mijn schepen. Ik had er dus een nieuwe bij. Als ik het goed bekijk, deze zijn nog weg. Die komen straks terug. Dat duurt nog 2 uur 40. Een aantal van die zijn allemaal terug. Dus nou ga ik even laten zien wat ik dus ontdekte. Dat toen er 1 stuk was, hoe je dat moet repareren. Ik wist helemaal niet dat die dingen stuk gingen, maar doe maar. Nou ga ik dus in mijn kast vertrekken. Waar alle materiaal in zit. Even 7. Oké. Komen we steeds erbij. Oh, dat is misschien wel leuk om even te laten zien. Zijn ze nou voets hier in het licht? Nee. Kijk, hier heb je een aantal groene. Kan je dus op afvliegen. Dan krijg je dus een melding op de radio. Kijk eens. Dan kan je je schip kan je bekijken. En dan kan je hem dus kopen. Maar dit is, deze heeft niks. Er staat een streepje, dus dat wil ik niet. Gaan we even kijken of er nog een ander is. Daar zijn nog een paar. Nou, er komt weer een ding aan. Dat is heel laag allemaal, die heeft ook niks. Nou, ik heb al 3 handelsschepen, dus dat hoeft niet.
kan je dus gewoon peper zoeken en kopen. Maar nu gaan we eerst even terug naar die van mij. Dat alles wel, misschien heeft het maar 4 punten. Dat weet ik niet zeker, maar ik kan verder niks vinden, lijkt het. Hier kan ik nog naartoe. Kijk eens aan. Dat is niks. Kijk erop dat deze heel is. Gaan we er weer uit. Even mijn visor kijken. Dit is de data. Alleen niet zien wat. Hier heb je dus drie. Die lijken ook heel te zijn. Helemaal eruit hoe al die schepen in elkaar zitten. Ik ben af en toe nog aan het zoeken. Dus gaan we naar het volgende.
tijdens verrijd. Nou, dat kan je volgens mij elke keer als je landt. Dat is natuurlijk niet verkeerd. Dit is een mijnschip. En hier heb je meestal wel wat te doen. Dat hopen we dan maar, want dan kan ik dat even laten zien natuurlijk. Kijk eens aan, deze is kapot. Nou kan je hierin. En dan moet je pure verheid hebben. Nou, dat hebben we toevallig net gehad, maar. Daar was het, nou is die gerepareerd. Nee, ik heb nog heel wat, dus dat komt allemaal goed. Je kunt lopen, maar daar heb je natuurlijk geen zin in. Van mij weet je dat wel. Kijk, die is ook niet stuk. Deze is ook niet stuk. Dus je hebt bij dit schip geloof ik 11 plekken waar je kijken of er een ding zit die kapot is. Nou, hier kan je op een of andere reden niet langs. Dat heb ik ook al in een filmpje gezien van iemand anders. Dus wil je naar de andere kant, dan moet je dus helemaal teruglopen. Er zit een soort onzichtbare muur of zo. Aan de andere kant heb je ook weer 4 van die dingen met trappen. Gaan we hier naartoe. Kijk, hier zitten ook 2. Die moet je ook even checken. Nou, die zijn ook goed. Daar komt een nieuwe lading. En het is hoog, ja, inderdaad. Nou, die is dus ook heel. En deze is kapot. Nou, heb je elke keer heb je een ander materiaal, maar je hebt steeds hetzelfde overal wat je moet gebruiken. Dus 25 verheid kost dat. Nou, dan zijn we alweer klaar. Heel. Deze is ook kapot. Plakkee. Open, dus dat betekent dat hij ook stuk is. Ook hetzelfde materiaal weer. Hoppakee. Nou, dan ben je klaar. Dan kan je naar het volgende. Zo gaat dat een beetje. Wel een aardig uitzicht, hè? Ook niet in een schip,
waar de bemanning zit, maar je blijft gewoon op de buitenste rand. En, zo moet je dus al die schepen van jezelf langs, op de zoveel tijd. Zo, gaat dat. Niet alles refereren, ik wil nog één ding laten zien. Filmpje een tip gekregen dat als je een heleboel schepen hebt, hij had er dan 30, dat hij ze niet allemaal naloopt, maar elke keer dan repareert hij er 2 of 3 of zo. Kijk, hier heb je dus, even kijken of deze al terug is, controle van 1 groep die ik weggestuurd heb. Dan kan je hem 3 brieven. En dan krijg je dus een heel verhaal van alles wat ze allemaal gedaan hebben. Op papier waarschijnlijk. Kijk, en dan krijg ik dus geld. Dat is al 1 miljoen waarschijnlijk. Kijk, deze is niet zo super ver weg geweest, dus die is verhaaltje is redelijk kort. Maar kijk eens, 1.446.551. Brengen ze even terug. En verder heb ik geen spullen gezien. Ja, dit. Ik zal even kijken of ik dat ding kan verkopen. Dat gaan we niet doen, min 07, dat is jammer. Dan gaan we even naar deze. Die is wat verder weg geweest. Nu krijgen we ook spullen. Nou, we hebben wat dingen gekregen. En 960.000. En dan hebben we hier nog één en die is volgens mij nog niet terug. Spreek met de commandant.
En dan zegt hij 2 uur en 20 minuten en 55 seconden duurt het nog voordat je, doordat ze weer terug zijn. Nou heb ik in mijn inventory van mijn freighter, kijk, die dingen heb ik dus gekregen. Dit is een ding dat is 78.000 geld waard. En dat is ook geld waard. Kijken of ik het gelijk kan kopen. Nou, dit is gewoon 0. En dit is plus 85,4. Dat is absoluut niet verkeerd. Dan krijg je er veel meer voor. Ik zal even laten zien. Wat je er gewoon voor krijgt is 6.000. En deze totale hoeveelheid 78.000. Maar omdat die hier nu plus 85,4 is, krijg ik niet 78.000, maar krijg ik 151.843. Kassa! Vind ik eigenlijk zelf wel. Nou, die is min, dus dat gaan we niet doen. Soms doe ik het wel als ik ruimte nodig heb, maar nu niet. Even kijken hoeveel we nu hebben. 149.712.401. Die ene vooral niet vergeten natuurlijk. Nou, dan gaan we naar dit mannetje. Dag meneer. En nou kan je dus nieuwe expedities opzoeken. Even kijken. Een gebalanceerde expeditie. Deze is wat moeilijker, maar ik heb een nieuw schip erbij gekregen. Even kijken, wat was het nou? Discovery, oké. Nou. Data harvesting platform doen we. Combat schip. Een handelsschip. En een mijnschip. Nou, dat moet wel genoeg wijzen. 4 stuks. En kan je, dat kost zoveel op tonnen brandstof. Kan je wegsturen en nou zijn ze verdwenen. En dan gaan we even kijken welke schepen ik nog over heb. Kunnen we nog één handelmissie doen of zo? Dan doen we gewoon als kan een korte 5 uur. Kijk, nu heb je alleen de schepen die nog over zijn staan in de lijst. Doen we die. We hebben ook een combat missie. Nee, nou, dan doen we deze. Zit ik nou goed? Dan doen we gewoon alle schepen die ik over heb klaar. Dan gaan ze er vandoor.
Nou, en dat was het ongeveer hoe dat moet. Aanpassing van mijn frigate gezien. Nou zijn ze allemaal weer hier. Zie je dat het veranderd is. En nieuwe stuk gezien. Repareren schepen gezien. Wegsturen gezien. Weer meer weet ik niet. Dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot volgende keer. Veel plezier met No Man's Sky.